Tja, daar zitten we dan. Helaas onder deze omstandigheden. Scholen dicht. Zoals je kunt lezen, meester Huip. Ik ben een leerkracht in de opleiding. Ik ben dit jaar begonnen aan de PABO in Deventer als zij-instromer in het beroep. En ja, hoe ga je daar nou mee om met zo'n crisissituatie? Nou, mijn collega's zijn heel druk bezig met allerlei lesprogramma's om dat in elkaar te zetten en pakketjes mee te sturen en mee te geven aan leerlingen. En nou, eerlijk gezegd geeft mij dat ook wat ruimte om andere dingen te doen. Maar ik zou die tijd ook graag willen investeren in onze leerlingen. En vandaar dat ik mijn YouTube-kanaal Meester Huip opgezet heb. En daarop ja, zullen verschillende dingen de revue passeren, onder andere voor onze eigen school, basisschool De Schothorst in Hengelo. Heb ik daar een aantal dictées in gesproken, bijvoorbeeld. Dus die leerlingen vanuit huis dan kunnen maken. Maar ik heb daar ook een landenchallenge opgezet. En ook een corona-fit, waar allerlei beweeg- en gezondheidsactiviteiten op komen te staan. En nou, dat begint nu aardig vorm te krijgen. Dus ik zou zeggen vanaf morgen, in ieder geval in de London Challenge en Corona Fit, zal er dagelijks een item geplaatst worden. London Challenge, het e-mailadres wat daarin genoemd wordt, is alleen voor leerlingen van mijn school, maar dat wil niet zeggen dat andere scholen mijn filmpjes niet zouden kunnen en mogen gebruiken. Dat mag natuurlijk wel, alleen ja, benoem dan even een eigen e-mailadres als je met beantwoording zou willen werken. Zodat ik dat niet allemaal binnen ga krijgen. Ik zal daar zelf natuurlijk een selectie in gaan maken. En ja, wie weet wat de toekomst verder nog meer brengt. Misschien worden er nog wel meerdere items toegevoegd. Ik ben benieuwd hoe erop gereageerd wordt. Maar ja, dat is eigenlijk mijn introductie van dit kanaal. Heb je vragen? Stel ze gerust. Je kunt een comment onder dit filmpje zetten. En heb je leuke ideeën waar ik zelf misschien niet aan gedacht heb? Ja, we moeten het samen doen in deze tijd. Dus wie weet. Ik hoop dat ik zowel kinderen als ouders met mijn ideeën kan ondersteunen in deze lastige tijd. En dat ze ook ja, binnenshuis allerlei activiteiten kunnen ondernemen naast het schoolwerk wat ze krijgen. Ja, van nu tot ziens. En ja, hou het kanaal in de gaten, zou ik zeggen.